Hallo. Dit onderwerp gaat over plamuur. Iedereen weet wel wat plamuur is. Plamuur is eigenlijk een vloeibare mengsel om gaatjes mee te vullen. En dan vooral kleine gaatjes tot 4 à 5 millimeter, niet meer. Ja, waar is het dan uiterst geschikt voor? Hè? Je weet bij dubbel glas plaatsen, dan zetten ze die glaslatten vast met nietjes en dan is het gewoon ideaal om deze dicht te plamuren. Maak niet de fout dat je die gaatjes in één keer vult, want de plamuur krimpt namelijk. Er krimpen papers in, dus het zakt helemaal weg. Dus doe dat in gedeeltes. Gebruik daar een plamuurmes bij, het liefst twee plamuurmessen. Je hebt meestal plamuur in een tube zitten. Je legt wat op een breed plamuurmes, doe je wat plamuur en een kleinje, daar stop je de kleine, sorry, het kleine plamuurmes, daar stop je het gaatje mee in. Wacht dan minimaal een uur voordat het uitgaat is en ga dan weer opnieuw vullen. En dat is dan met het gaatjes vullen. Wil je een oppervlakte glad maken, dan moet je een beetje anders te werk gaan. Je moet zien, dat plamuur is een vulmiddel, maar tot een bepaalde diepte. Dus als je dus houtwerk hebt of je hebt een oppervlakte en daar zitten kuiltjes in en die zijn niet dieper dan 5 mm, kun je ook plamuur gebruiken. Maar dat doe je dan als volgt. Je gaat eerst ontvetten, ontvetten, schoonmaken, dat is heel belangrijk. Daarna ga je het licht opschuren. Als het kaalhout is, moet je uiteraard eerst grondverf toevoegen. Is deze uitgaat, is eerst licht opschuren en stof vrijmaken. En daarna ga je het eerste laagje plamuur aanbrengen met een breed plamuurmes. Dat ligt eraan hoe groot het putje is natuurlijk. Doe daar eerst 1 of 2 millimeter in, niet meer. Wacht dan gewoon een uur voordat het uitgehard is. En dan ga je natuurlijk niet staan wachten een uur voordat die plamuur is uitgezakt. Je kunt tussendoor natuurlijk ook werkzaamheden doen. Dat is ook niet de bedoeling, maar het gaat eenmaal om het idee dat je wel de tijd neemt dat het plamuur hard wordt. Daarna ga je weer vervolgens een laag doen en net zolang dat je het oppervlakte helemaal glad hebt. En je hebt soms van die hele scherpe plamuurmessen, sorry, dat je helemaal over het oppervlakte kan heen strijken. Vergeet dus niet om eerst grondverf aan te brengen. Dat is zo belangrijk, dus ontvetten, grondverf aanbrengen en dan pas plamuren. Anders hecht het niet, dan valt het geheid, valt het van je kozijn of van je deur of van je paneel af. En dat met name het buitenwerk, het buitenschilderwerk, want dat is onderhavig aan weersinvloeden, onderhevig aan weersinvloeden. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Nou, en als je dan klaar bent met plamuren, dan schuur je het even nog even vlak af en je maakt de stof vrij, zit er nog even een grondlaag op en het grondlaag even licht opschuren en weer stofvrij maken. En dan pas kun je beginnen met afvlakken. Dus als je deze procedure volgt, krijg je nooit geen problemen. Ik zal het nog één keer voor jullie herhalen. Dus als je een oppervlakte wilt plamuren, dan is het eerst ontvetten, 2 schuren, 3 stof vrijmaken, 4 grondverf aanbrengen, 5 licht opschuren, 6 stof vrijmaken. En dan pas begin je in laagjes van 1 mm plamuur op te brengen. Net zolang dat het oppervlakte helemaal super glad is. Daarna nog een keer licht afschuren, stof vrijmaken, grondverf aanbrengen, wachten dat hij uitgehard is, licht opschuren, stof vrijmaken en dan pas kun je gaan aflakken. En als je dan alles hebt afgelakt en je ziet er dan niks meer van, dan heb je goed geplamuurd. Nou, verder kan ik niks over plamuur zeggen. Wat plamuur en het middel is en wat het mengsel is, dat moet je mij niet vragen. Je moet het niet verwarren met houtrot. Want houtrot is een vulmiddel voor nodig. Daar is een houtrotvuller voor nodig. Je hebt ook muren met grote gaten in. Daar is ook een aparte muurvuller voor nodig. Plamuren is puur om kleine gaatjes te dichten. En zo ook met het glas plaatsen, wat ik al zei, die worden met nietjes erin geschoten. Daar is plamuur gewoon geweldig voor. Goed, ik hoop
Dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven over Plamuur. Mochten jullie nog vragen hebben, kan je me die altijd stellen door een reactie achter te laten onder deze video. Ik wens jullie veel succes met het Plamuren. Tot de volgende video.